Bij de vierde dag van de protestacties tegen het beleid van de regering verzamelden activisten zich gisteravond op het Kerkplein om hun ongenoegen te tonen. Protesteerders hebben onder andere opgeroepen om te strijden voor verandering binnen de vakbeweging. Activist Marleen Cameron sprak de menigte toe op het Onafhankelijkheidsplein. En omdat jullie niet loslaten, daarom gebruiken ze jullie als slaven van het systeem. Nadat mensen die op het Onafhankelijkheidsplein wilden bivakeren door de politie werden verwijderd, verplaatste de groep zich naar het Kerkplein. Vandaag is er een rustdag ingebouwd voor de protesten. Activist Dave van Aarde merkte op dat er een eenheid moet zijn onder het totaalvolk. We zijn geen kofu. Wanneer je geen kofu bent, dan kunnen zij rommelen. Ja. Wanneer we ze tonen dat we een kofu kunnen zijn, dan kan er niet meer worden gerommeld. Dus met Begunu. Al kijk die politie gaan top. Misschien is die man chagrijnig dat hij moet werken vanavond, want we hebben aan het werk gezet. Ik moet fuga te werken. Ik heb naar alle dingen mijn bakalitisme. Code eerlijk. Eerder de man moest roken, maar de man moest pritten in een vijand zo'n hoek toe. Begrijp je? Maar hoe je het ook draait op keer, dat man door of zo. Dat man niet komen uit toe. Amane, kom uit de man naar Marokko. Isabi toch? Dus alsjeblieft begrip voor alles mensen. Vandaag gaan we gewoon lekker hier zo zijn om weer een teken te geven. Jullie zien al dat er wordt gereageerd in de media door de leiding. Dat wil zeggen dat ze ons ze hebben ons gehoord, contact en zo. Van Aarde zegt dat de beleidsmakers nog moeten bewijzen wat zij beloofd hebben. Vooral vicepresident Ronnie Brunswijk moet naar zeggen van de activist zijn beloftes waarmaken. De vicepresident plaatste gisteren op zijn Facebookpagina een bericht dat hij zijn beloftes ook daadwerkelijk zal nakomen. En dat in goed overleg is besloten dat Leo Brunswijk posities gaat inleveren. Het proces hiertoe is al ingezet, aldus VP Brunswijk.